Het is weer in het nieuws. Tom Egbers, ja, hij heeft hier een schikking met de NOS. Maar ja, ik noem het afgeserveerd. Ja, toch? Afgeserveerd. Ja, hij mag leuk documentairetjes gaan maken. Ja, een beetje in de sloppenwijken van Birmingham of weet ik veel waar. Ja, Sheffield. Leuk. In zo'n Engels wijkje gaan lopen en babbel de babbel. Ja, nou, en dat is het dan. Verder niet. Niks Studio Sport. Nee, niks EK. Helemaal niet. Ze willen hem daar niet zien. Nee. Dus afgeserveerd. Maar als je nou goed hebt gekeken naar Tom Egbers de laatste tijd. Gewoon gedurende die hele affaire. En je hebt goed naar zijn gezicht gekeken. En naar zijn gemoedstoestand. Dan weet je gewoon van, daar moet ik nooit terechtkomen. Zo slecht wil ik er in mijn leven nooit uitzien. En dat kan je voorkomen, vrienden. Je kunt voorkomen dat je er zo bij komt te lopen zoals Tom Egbers. En dat je je zo verschrikkelijk uiteindelijk gaat aanstellen. Want daar komt het op neer. En dat heeft alleen maar te maken. En hij is in die valkuil getrapt daarbij bij Studio Sport. Want daar hebben ze er allemaal bijna last van dit syndroom. En dat is, onthoud dat goed vrienden, ga nooit in jezelf geloven. Nee, neem jezelf nooit serieus. Nee, want als je dat doet, dan ben je reddeloos verloren. Ja, want dan zit je de hele dag maar aan die fietspomp, zit je je ego op te pompen. Dat is het allerslechtste wat je kan doen in het leven. Doe dat alsjeblieft nooit. Je moet gewoon alleen maar, sla het op in het woordenboek, gewoon jezelf niet serieus nemen. Nee, nooit en te nimmer. Lach om jezelf. Ja, het woord relativeren kan weer een nieuwe betekenis krijgen. Ja, dat is wat je nodig hebt. Nooit en te nimmer, vrienden. Ik kan het niet genoeg herhalen. Ik heb het zo vaak om mezelf heen gezien. Ik heb mezelf nooit serieus genomen. Maar dan ook geen seconde. Nee. En nee. En ik ben ook helemaal niet nooit in mezelf gaan geloven. Nee, want het stelt allemaal helemaal niks voor. En daarom is onze Tom, die zit nou helemaal, oh god, ik kan niet zonder de tv. En wat hij dan ook zegt, dan zegt hij van, ja, ik ben het ook aan de kijkers verplicht dat ik terugkom. Nou, vrienden, nou dan ben je zo ver heen als je dat zegt over jezelf. Aan de kijkers verplicht. Beste Tom, er is bijna geen hond die je gemist heeft. Kom je daar nou bij? Dat je dat ooit maar überhaupt denkt gewoon. Het gaat nergens over. Het stelt niks voor. Neem jezelf niet zo serieus. Het enige die je serieus moet nemen, dat zijn de mensen waarvan je houdt. En Tom heeft ons deze les weer geleerd.